Lieve mensen, welkom bij een nieuwe vlog op het heerlijke, fantastische Bonaire. Het is zover. Ik ben er. Het is allemaal nog echt... Het lijkt wel nep. Ik besef het niet. Het is bloedheet. Er is hier ook nog, alsof het normaal gesproken niet warm genoeg is, een hittegolf. Wat betekent, normaal is het hier gewoon iedere dag 30 graden. Nu is het hier 40 graden. Het is andere warmte. Het is warm, maar hey. Waarom begin ik hier? Het is trouwens ondertussen 2 oktober. Het is maandag. Ik begin hier omdat dit van mij is. Een maand lang. Ik heb een maand lang mijn eigen zwembad. Ik maak geen grapje. Ik heb een eigen zwembad. Dit zwembad. En ik heb buurhonden. Dit zwembad en dit huis zijn een maand lang van mij. Erkend. Het is echt, je zou het niet zeggen, maar het is freaking 7 uur 's ochtends. Deze stoel ga ik even uitproberen. De eerste keer om 3 uur 's nachts wakker geworden. En toen dacht ik, ja maar dit was niet de bedoeling. Ik moest dus zaterdagnacht nog werken. En ik had expres doorgehaald. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga de hele nacht niet slapen, want ik moest ook al de trein om 8 uur hebben. En ik was om 5 uur 's ochtends thuis. Ik dacht, ik ga mijn laatste dingen doen. Niet slapen. Dan probeer ik in het vliegtuig een beetje te slapen. Ben ik waarschijnlijk kapot. En als ik hier dan aankom, dan kan ik gewoon om 10 uur naar mijn bed. Word ik de volgende dag een uurtje of 8 wakker. Zo zag ik het voor me. Maar niets was minder waar. Ik werd gewoon om 3 uur 's nachts wakker. Toen heb ik even geappt met al mijn vriendinnetjes. Want ja, in Nederland is het dus 6 uur later. Dus iedereen was daar gewoon net wakker ook. En daarna ben ik wel weer even gaan slapen. Dus het is nu 7 uur. En ik dacht, ja, ik ga de vlog beginnen. Ik heb een heel klein beetje beelden geschoten. En daar ben ik mee begonnen onderweg. Maar ja, het is dus 12 uur. Je bent 12 uur onderweg. Ik had een overstap op Dominicaanse Republiek. Ik dacht, het is allemaal helemaal niet boeiend om te filmen. Ik zit in een vliegtuig. Ik heb een goede reis gehad. Ik heb veel eten gehad. Veel drinken gehad. Super relaxed bij TUI. En toen ik hier aankwam, was het al donker. Dus dit is voor mij ook de eerste keer dat ik het in het licht zie. Samen met jullie. Oh, dit zwembad. Ik had het dus op de foto's uiteraard al gezien dat er een zwembad was. Dat is ook de reden waarom ik dit huis heb gekozen, uiteraard. Maar ik kon niet zien hoe diep het was, maar het is echt wel diep. Oh, en het is echt heel lekker warm. Oh my god. Oh my god. Ik ga hier zo meteen in, maakt niet uit dat het 7 uur 's ochtends is. En het wordt dus schoongemaakt ook. Dit is super chill, ik hoef hier niks aan te doen. Nou zijn jullie natuurlijk benieuwd naar binnen. Ik bedoel, buiten is dus yellow is de color. En geel was vroeger, toen ik een klein meisje was, mijn favoriete kleur. Ondertussen is het meer roze, maar geel staat wel op de tweede plek. Oh, dit is dus gewoon normaal hier. Kunnen geen vliegen kwaad doen. Er staat een klein barbecue'tje en een zitplekje. Ik verwacht niet dat ik die ga gebruiken. In mijn eentje barbecuen zie ik niet zo snel. Lekker droog molentje. De hele tuin is dus ook van mij. Het is echt. Hier hebben we een soort van zonplek. Het enige wat ik daar mis is een lichtbed. Dat zag ik op de foto's later ook, dat ik nog dacht, dit huis was echt perfect als hij een lichtbed had gehad. Hier is het mega donker. Toen ik hier aankwam, het valt mee, hij moest even een beetje wennen, stonden alle ramen open. Dus het was hier binnen ook gewoon echt 40 graden. Het was niet normaal. Dus ik heb gelijk alles pot dicht gedaan en de airco aangezet. Die is er gelukkig gewoon. Dus ondertussen is het hier lekker. Maar ik ga het jullie laten zien. Ik heb nog niet echt een zooi van gemaakt. Maar ja. Ben zeg maar wel aangekomen. En ik heb gewoon alles een beetje van me afgedonderd. Hier hebben we een bankje. Er is geen tv. Ik ga die ook absoluut niet missen. Dat was voor mij absoluut geen ding. Er staat een waaiertje die lekker aan kan. Een kast met wat spullen. Ja, dat zeg ik. Ik deed mijn koffer open. Ik pakte een chill outfit, want ik was in een trui en een legging. En ik was veel te warm. En ik dacht, de rest is een probleem voor later. Ik kan hier lekker koken. Het is dus een Airbnb. En ik heb een maandprijs geregeld. Ik zal een linkje in de beschrijving van de komende vlog zetten. Zodat mocht je benieuwd zijn, dan kun je kijken. Je kan het gewoon huren. Als jij denkt, ik wil naast of hierheen. Dat kan. Je kan dus lekker koken en chillen aan een Airbnb vind ik altijd dat er gewoon ook wel dingen staan. Dus peper en zout, schoonmaakmiddelen,
bakpapier. Ja, you never know waar je het voor nodig hebt, weet je. Dus dat is super chill. Ook binnen is alles geel. Je ziet, dit is echt... Dit is de kleur. Dit is het ding. Lekker kopjes. Ik heb gisteren toen ik aankwam al ijs voor mezelf gemaakt. Ja, jullie kennen me langer dan vandaag. Ik had super lief. Dan had ze een biertje. Dit is zeg maar een beetje de corona van hier. En cola neergezet. Lus ik toevallig allebei niet, maar heel lief. Ze had ook gevraagd of ze boodschapjes voor me moest doen. Maar ik zei zelf, nou dat hoeft niet, want ik kom laat aan. En als het goed is, wordt vandaag dus mijn scooter ook gebracht. Die heb ik al gehuurd voor de hele maand. En die komt rond 8:30. En het eerste wat ik dan ga doen is gewoon even lekker rondtoeren. En het water opzoeken, de blauwe zee. Maar ook even boodschapjes doen. Dus dat komt allemaal goed. Hier hebben we een zitplekje. Ik miste ook een kapstok. Want ik wilde mijn spullen ophangen en dat ging niet. Dus toen dacht ik, hey, ja, mensen dragen hier geen jas. Ze hebben geen kapstok nodig. Dus ik kan het wel gewoon in de kast hangen. En deze tafel kun je nog eventueel uitklappen. Nou ja, ik weet niet hoeveel ik überhaupt aan tafel ga eten. Dan hebben we hier... Kunnen we het hier zien? Zal ik even iets meer licht genereren voor jullie? Ik ga alles wel zoveel mogelijk ook dicht houden als ik er niet ben. Want dat scheelt gewoon een hele hoop warmte. Kijk naar het uitzicht op dat zwembad. Dit is de slaapkamer. Fantastisch bed. Fantastisch bed. Want oh, ik dacht, ik heb thuis natuurlijk echt het meest heerlijke bed op aarde. Dacht, wat nou als dat hier niet zo is en ik slaap hier niet lekker. Kussens ook, 10 out of 10. Je kunt hier water uit de kraan drinken, super handig. Hier is de airco. Hij staat nu uit, want het is lekker afgekoeld hier. Grote kast. Heel veel ruimte. Ga ik straks echt allemaal doen. Geen prioriteit. Dit is de badkamer. Ook daar. Even licht in de duisternis. Lekker al die verduisterende gordijnen ook. Love it. Is ook goed voor mijn nachtrust. Alleen hier en in de keuken heb ik zeg maar Nederlandse stroompunten. Dus vandaar dat alles hier ligt. Lekker wasmachinetje, douche. Het is echt helemaal voor elkaar gewoon. Het is fantastisch. Ik heb ook gewaagd liggende handdoeken. Dat scheelt mij weer meenemen. Je hebt echt letterlijk alles wat je nodig hebt, jongens. De nieuwe vlog is aan het uploaden en het gaat best wel snel. Dus het internet hier is ook goed. En dit is een maand. Mijn plekje. Het is een maand van mij. Ik kan heel eerlijk zeggen dat de euforie die ik nu voel en die ik nu heb, die was er gisteren niet. Ik had natuurlijk 12 uur lang in het vliegtuig gezeten. En ik was aan het malen en aan het denken. En er is geen twijfel dat wat ik doe goed is en dat ik dit kan. Maar er was wel op dat moment al van wow, what the fuck, een maand. En ineens zag ik allemaal dingen die ik miste. Ik mis mijn oma's verjaardag, ik mis Elisa's verjaardag. Ik mis gewoon heel veel momenten op het werk dat ik denk van oh ja, weet je. En ik weet ook dat ze best wel een roosterprobleem hebben zonder mij. En dat ging allemaal door mijn hoofd. En toen dacht ik, toen ik hier aankwam was het donker en... Ja, had ik even niet voorzien, want ik landde rond 7:00 en ik kon me even niet herinneren of het hier al donker was, maar het is hier dus rond 7:00 s'avonds donker. En ik had niet de blauwe zee die ik zag en het huisje in het donker. Pff, kijk hier. Oh, en alle ramen hadden opengestaan, het was daar bloedheet, dus het was een soort van anticlimax dat ik dacht, ik ben helemaal alleen. Iedereen sliep al, dus ik kon ook niemand appen van... Ik ben er, maar het is hier zo warm en ik weet niet zo goed waar ik ben. En ik ben een beetje kwijt, want ze kwamen me ophalen. En ik zag niet helemaal in donker waar ik heen reed. En ik dacht dat ik dit eiland zo goed kende. Dat was allemaal best wel toch wel even pittig of zo. Terwijl nu word ik wakker en nu zie ik alles in het licht. En de zon en het zwembad. En nu kan ik alleen maar denken, holy shit. Ik ga zo intens genieten. Ik ga zo intens genieten. Ik ga echt... En dat zal ook af en aan wel verschillen. En het ene moment zal ik me beter voelen dan het ander. En dat is juist ook een beetje de reis, denk ik. Dus ja. En nu ga ik gewoon lekker wachten op mijn scootertje. Wat lekker dit, zeg. Het is ook wel lekker dat er echt veel schaduw is. Er hangen van die doeken. Hier hangt eentje en daar ook. Want in de zon is dit niet te doen. Ik denk wel dat ik na de boodschappen even lekker een strandtent op ga zoeken. En mezelf trakteren op een uitgebreide lunch. Jongens, mijn grootste zorg was welke bikini en welk jurkje ik aantrok.
om te gaan zwemmen. Maar toen kwam een scootertje. Ik heb hem even voor het hek gelaten. Want ik heb dus ook nog een hek wat dicht kan. Ze zei het hoeft niet dicht, het mag dicht. Wat je zelf wil. Maar hier ligt Grit en ik dacht, de soort scooter misschien niet zo handig. Dus hij staat hier. Ik zal hem even laten zien. Kijk eens wat een leuk rood dingetje. Helemaal mooi, toch? Ik vind het leuk. En hij doet het. Ik heb er al 2 meter op gereden, even naar de voordeur. Dus nu ga ik naar de supermarkt. Ik ben bij Van de Tweel supermarkten. En zoals je kan zien is dat eigenlijk gewoon de Albert Heijn. Verkoopt voornamelijk Albert Heijn en A-merken. Is de duurste supermarkt van het eiland. Maar ik heb voor nu gekozen voor bekend. Omdat ik dacht, ik rij hier zo heen en kan ik lekker in ieder geval de dingen halen die ik wil. Boodschappen op Bonaire zijn duurder dan in Nederland, want alles moet van het vasteland komen. Wat is de truc? Ga niet voor de merken die je kent. Dus weet je, Albert Heijn merk is sowieso een beetje de middenmoot hier. Maar ze hebben vaak ook gewoon een iets onbekender merk, wat je in Nederland niet kent. Als je gaat voor het Nederlandse aanmerken, ja, dan gooi je ze de 5 euro bovenop. Robijn, dit valt nog best wel mee trouwens, volgens mij 6 euro. Ik moet dus eventjes wel wasmiddel hebben. Het is allemaal wasverzachter. Hier. Het valt mee. Het is iets duurder. Maar zeker. Ik heb een heel mandje vol. Ik zal straks eventjes uitpakken. Dan kun je zien wat ik bedoel met als je gewoon voor de lokale dingen gaat, valt het wel mee. Oké. We did it. Het verbaast me hoe goed ik zeg maar dingen die ik herken, dan weet ik het meteen. En ik reed ook best wel makkelijk terug. Mijn oor zit ineens weer dicht. Mijn stem klinkt ook een beetje raar. Zou het weersverandering zijn? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb super veel boodschappen gedaan. Ik was uiteindelijk, kijk hoor, $93,50 kwijt. Dat is ongeveer €85. Maar ik heb volgens mij echt dingen waar ik echt super lang mee kan doen. Ik heb speldkrekkertjes. Is aan de ene kant wel interessant om te zeggen wat het kost. Maar aan de andere kant is dat ook bijna geen doen als ik alles op moet noemen. 1 Red Bull. 2 Red Bull. En ik heb ook 2... hoe heet dat? Die zie ik even niet. Maar ik heb nog een watermeloen. Ik heb een soepje, zoete aardappel. Proteïnesoep. Ik heb groenten. Die ga ik gelijk terugleggen in de vriezer. Want ik dacht, ik kies voor vriezergroenten. Misschien niet het meest lekker. Snijbonen. Speciaal thuis. Maar wel handig. Want ik wil gewoon alle vrijheid hebben wanneer ik wel of niet kook. Wanneer ik kerst ga eten. Ik wil er allemaal niet over nadenken. Ik heb ook een tomatenblokjes. Zodat ik een keer pasta kan maken. Of eigenlijk meerdere keren. Uiteindelijk nam ik dus veel meer dan ik dacht dat ik zou gaan nemen. Wat ook wel echt handig is hoor. Dus ik heb deze fantastische tas erbij gekocht. Ik dacht ja, die ga ik gewoon in mijn koffer doen. Die ga ik mee naar huis nemen. Ik heb lekker een broodje. Staat hier ook een broodrooster. Ja, ik dacht misschien ook wel tosti ijzer, maar die nou weer niet. Verse pesto. En dit valt dus dan, dat bedoel ik, dit valt weer heel erg mee. Want dit is $3,90. Het is echt superveel. Ja, dat zou je er in Nederland ook voor betalen, want het is dus iets van ja, €3,50 of zo. De dollar is iets goedkoper. Wasmiddel. Ook nog afbakbroodjes. Deze zijn goed tot, wilde ik even bekijken. Nou ja, volgens mij voorlopig qua brood kan ik in ieder geval vooruit, want ik heb ook nog... ik heb er nog eentje, ja, hier. Volkoren pita broden. Ik dacht, die ga ik ook in de vriezer doen. Ik kan altijd lekker pita broodje maken. En dan kunnen we makkelijk gewoon iets opgooien. Dan heb ik ook nog boomstammetjes en slavinken. Ook die waren niet heel duur. €2,50 en €3,50. Ga ik ook invriezen. Ik weet nog niet waar ik vanavond ga eten. Ga ik zo even over nadenken. Kipfilet, 2 verpakkingen en kaas. De kipfilet was volgens mij iets van $3 en de kaas was best wel prijzig, maar hey, dat is die in Nederland dus ook.
$6. Dus valt ook nog wel mee, vind ik. En dan hebben we een pak pasta, kostte niks, slechts $1. Een pot pindakaas met stukjes. Dit is dus zo eentje die ik letterlijk in Nederland heb. Die was hier $4. Ik heb geen idee wat die in Nederland kost, eerlijk gezegd. Twee verpakkingen met tapas aardappels. Die zijn al helemaal lekker gekruid en alles. En die waren in de aanbieding. Maar als je ook zoiets hebt, gewoon echt let op de aanbiedingen, valt het echt allemaal best wel mee. Hier is die andere Red Bull. Aanmaakje. Ook deze was in de aanbieding. En ik dacht, lekker suikervrij. En ik vind het toch altijd wel lekker om een smaakje te laten te hebben. Dit is dan zo'n voorbeeld wat hier wel duur is. Twee frikandelbroodjes. $3.20. Ik denk dat ze in Nederland een euro per stuk zijn. Ja, dan scheelt het een keer 60 cent. Ja, zo be it. Deze, lekker rijstwafels met chocola. Toch maar in de koelkast, denk ik. Ik weet niet of dat lekker blijft. We gaan zien. Twee margarita pizza's. Handig voor in de vriezer. Voor whenever I want. En, oh ja. Dit is ook een goed voorbeeld. Tampasta. Dit is dus het merk van het eiland. Care ken ik verder niet. En dat was volgens mij $1.40. Nou, echt geen geld. En als je dan een ProDent pakt, die je gewoon in Nederland ook hebt, betaal je rustig $6. Dus daarin, dat soort dingen kun je dus merken dat Nederlandse producten, die maken ze gewoon graag veel duurder. En ik was het dus vergeten. Dus ik heb het gisteren zonder tandpasta gedaan. Nou, daar word je niet helemaal blij van. Dus nu ga ik lekker even gelijk mijn tandpoetsen. Alles opruimen. Hier zit alleen mijn telefoon in. Het is ook wel handig om zo'n tasje te hebben. Dat kun je natuurlijk zo vaak gebruiken als je wil. Nou, en dan ga ik even lekker een Red Bull met frikandelbootje aan de waterrand, dacht ik maar. In het zwembad. Why not? Ik wilde net het in het zwembad de vlogcamera erbij pakken. Toen kwam de buurvrouw naar buiten lopen. Ik deel dus het zwembad met de buurvrouw. Super leuke vrouw. Super leuk gesprek. En ik deel niet alleen mijn leven op internet. Maar ik ben ook, zeg maar, in het gewone leven echt een open boek. Dus ik vertelde van, ik ben hier en ik wilde graag dingen loslaten. En ja, best wel een heftige tijd. En ik ben iemand die altijd haar leven in het teken van een ander zet. En ik wilde nu gewoon een maand alleen mezelf. En toen kwam ik er eigenlijk al vrij snel achter dat het gewoon echt, dat we een hele leuke klik hadden. Dus dat was echt leuk. Ze zei ook van, je moet alleen iemand in je leven willen als die echt iets toevoegt. En anders moet je niet aan beginnen. En, dat was super gezellig. Dus ik heb even een uurtje erin gezeten. Red Bulletje gedronken, frikandelbroodje gegeten. En nu heb ik even een andere bikini aangedaan. Ik heb even snel mezelf afgespoeld onder de douche. Want ik voel wel aan het water dat er, zeg maar, best wel veel chloor in zit. Wat logisch is natuurlijk, maar ik dacht, dat spoel ik even van me af. En dan trek ik een andere bikini aan en dan ga ik even richting het centrum. Want ik heb dus geen badhanddoek meegenomen, strandlaken. Want ik dacht, dat is te veel ruimte, die koop ik hier wel. Maar dat moet ik wel even doen. En dan ga ik daarna gelijk door even een strandplekje zoeken. En wat ik dan ook nog mee wil, heb ik nog online besteld. Deze, dat zijn van die klippen, daarmee kun je je strandlaken vastzetten. En ik heb dus ook een duikbril gekocht. Ik wil echt graag al mijn kleren in de kast leggen, maar ik heb er gewoon nu nog geen zin in. Maar ik ga niet een maand uit mijn koffer leven. Ik had dus mijn eigen, zo graag wil ik ijs in mijn drink, mijn eigen ijsblokjesmaker meegenomen. Maar die liggen hier gewoon. Mijn duikbril heb ik dus ook gekocht. Ik dacht, ja, dat kan ik ook hier doen. Maar de kans dat het hier duurder is dan gewoon op bol, is nogal groot. Kan ik niet vinden! Nou, maar in ieder geval, normaal met 2 weken vakantie weet ik echt zo iemand, ik leef al uit mijn koffer. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga het echt opruimen. Later op de dag, denk ik. Ik neem ook mijn fles mee. Ik ga er even aanmaking doen, want anders dan drink ik gewoon echt veel minder. Als ik het niet erin doe, drink ik echt veel minder. Raak. Hier in Veenendaal. Veenendaal, ja, oh. Nederland volgens mij ook gewoon. Hop, de hop, de hop. Oké, telefoon mee. Zonnebril op. Boekje mee. Ik heb een boek van mijn moeder gehad. Mijn favoriete chick flick. Schrijfster Jill Mensel. Ga ik lekker lezen op het strand. Ik heb de sleutels.
Zal ik iets te eten meenemen? Nee, ik doe het denk ik gewoon niet. Ik doe het denk ik gewoon niet. Maakt mij het uit. Als ik er zin in heb, koop ik daar wat. Jongens, ik heb mijn plekje gevonden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt oververhit was van de reis hier naartoe. Het is zeg maar, het was vanochtend nog een beetje bewolkt toen ik naar de supermarkt ging. Maar zonder bewolking. Ik zei nog tegen de buurvrouw, ja, ik hoorde van de hittegolf die vorige week was. Ze zei, vorige week, het is nog steeds, het is niet te doen. Nou, ja, het is nog steeds. Maar ja, ik zit weer op de mooiste plek op aarde, dus je hoort mij echt niet klagen en dit. Hoor je dat ijs? Het is echt immens. Ik heb deze vanochtend om 7 uur gevuld. Het is nu 2:15. Er zit nog steeds ijs in. Het is echt... Maar ja, genoeg geluld. Ik wil even het water in. Dit blauwe water wacht namelijk op mij. Het is toch niet normaal. Dit is echt de mooiste plek op aarde, jongens. Ik zweer het. We zijn ondertussen uren verder. Het is 4:15. Je hoort nog steeds de ijsklontjes. Je ziet ook mijn zonnebril lopen. Ik zit alleen maar in de schaduw. Ik smeer me omgans met factor 50. En dat moet ook echt, want je ziet gewoon... Volgens mij is letterlijk mijn neus een beetje verbrand. In de schaduw met factor 50. Maar dit ding, 10 out of 10. Al zijn geld waard. Voelt aan als 43 graden vandaag. En deze is nog steeds ijskoud. Ik voel me nu net mijn moeder, maar ik zou echt even wat kaarsjes moeten kopen voor wat sfeerlicht hier. Want die ene lamp in de hoek, dat is niet genoeg als het zo donker is. Nou, ik was zo overhit alweer van die helm op mijn kop, dat ik gelijk even het zwembad in ben gelopen en daarna de douche. En nu dacht ik, waar heb ik zin in? Ik denk dat het een pasta wordt. Ja. Gegrilde groenten, gewoon lekker vega. Waar de pasta gelaten hier. En dan moet ik lekker iets voor laten doen. Dat heb ik sowieso niet echt dingen waar ik heel veel aan moet doen. Maar hier heb ik het meest zin in. Het is hier binnen ook wel weer warm hoor. Niet zo warm als toen ik aankwam, maar wel dat ik denk. Ik kan eigenlijk alleen maar op bed leven als ik hier ben, want anders is het gewoon te heet. Ik heb dus hoppatee, sinds het frikandelbroodje eigenlijk niks meer gegeten omdat ik geen honger had. En toen ik honger kreeg, dacht ik, ja, ik kan net zo goed naar huis, want het was toen 6:00. Of 5:30 geloof ik. Ik dacht, ja, dan kan ik gewoon lekker thuis eten. Ik heb zoveel lekkere dingen gekocht. Ik heb de lamp uit de slaapkamer en de woonkamer gewisseld. Nou is het daar wat gezelliger en hier wat meer licht, maar nog steeds niet zoveel. Maar volgens mij zien jullie wel dat ik pasta aan het maken ben. Doen we hier gewoon een hele plak kaas op? Ja, dat doen wij. Gewoon een hoppatee. Ondertussen kijk ik het nieuwe seizoen van Love Island USA. En dit heb ik echt letterlijk in een kwartiertje klaargemaakt. Dus dat is fijn. Gaat dit weer klappen? Oh ja, best wel goed. Dat is chill. Eet ik dit op bed, onder de airco, op 100%. Ik heb nog zo'n portie. Dus ik ben blij om te weten dat ik ook hier niet voor één kook, maar voor twee. Maar hey, ik stop het in de koelkast en misschien eet ik het morgen wel gelijk of... dag later. Ik vind pasta dus vaak een dag later gewoon minder lekker. En uit de vriezer al helemaal. Maar ja, soms moet je niet zeiken en gewoon een beetje zuinig zijn op je geld en geen eten verspillen. Het is 9:00 s'avonds. En ik heb mijn... Het is bijna 9:00. Tweede portie pasta ook gewoon opgegeten. Maar dat was echt lekker. Dus dat was... Weet je, was wel helemaal handig. Ik begin een beetje uit te checken, wat niet heel raar is, want in Nederland is het dus nu 3:00 s'nachts. Maar het zou beter zijn als ik dus nog even wakker blijf. Ik moet zeggen dat het grootste gedeelte van de jetlag er wel uit is door zaterdag. Denk ik. Als ik vannacht weer om 4:00 wakker word, dan hè, misschien toch minder. Maar als ik nu ga slapen, komt het natuurlijk sowieso niet goed. Dus ik moet eigenlijk nog even wakker blijven.
Maar ik weet even niet zo goed hoe. Want mijn laptop is dus leeg en ik heb alleen Nederlands stroom of Nederlands contactpunt in de badkamer en in de keuken. En ik wil zeg maar in bed liggen. Want anders moet ik op de stoel aan tafel gaan zitten. En het is gewoon niet comfy genoeg. En je kan ook op de wc Love Island kijken. Maar dat is hem ook niet. Dus ja, nu lig ik hier een beetje plomp verloren. Alleen met mijn gedachten. En toen dacht ik, is misschien ook wel lekker. Is misschien wel goed voor me. Alleen, dan word ik dus moe en val ik in slaap. En dat is dus niet de bedoeling. Dus ik zit een beetje te denken wat ik nu ga doen. Ik heb wel het boek van mijn moeder, waar ik vanmiddag in begonnen ben. Maar ik word ook altijd slaperig van lezen. Dat had ik dus op het strand ook. Dat ik dan echt moeite heb met mijn ogen open houden. Ik weet het dan niet, jongens. Aan de ene kant denk ik, wat ga ik zitten vechten? Maar het is echt wel beter om eventjes de jetlag eruit te werken. Ik heb met de laatste krachten die ik in me had mijn skincare routine gedaan. En nu ga ik gewoon keihard toegeven aan de jetlag. Het is 9:30. Oké, als ik nu 8 uur slaap, laten we uitgaan van 9. Dan ben ik vroeg wakker. Ik heb morgen een hele lange dag, zo gaan we het zien. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.